Hallo allemaal, welkom terug bij Loco vs. World, de channel met lekker gameplay. En vandaag is de lekker gameplay waar je naar uit kunt kijken, FIFA 14. De demo is vandaag uitgekomen en we beginnen met een kick-off. Ik ga geen Ultimate Team doen in deze video, omdat waarschijnlijk elke YouTuber in Nederland of in de hele wereld gelijk op Ultimate Team springt. Wij doen het vandaag even iets anders en we beginnen met de kick-off. We kunnen later altijd nog kijken naar de Ultimate Team of niet. Dus daar gaan we. Ik denk dat ik ga beginnen met Barcelona. Ja. En tegen Milaan. Wel in de nieuwe outfit. Ik vind het toch wel een mooi pakje wat ze nu hebben. Dus wacht even. Misschien Milaan in een alternatief pakje. Wacht even. Ja. Nee, moeten wij... Zo... Oké. Okay. Ja, laten we het zo doen. Oké. Okay. En we hebben alles weten te missen. Oeh, bijna op goal. Welcome to EA Sports live coverage of this friendly. Yeah, yeah. Today it's Barcelona against AC Milan. AC Milan. We're off to the new camp. Your commentary team, Martin Tyler and Alan Smith. Oké dan. Jongens, die aankondigingen zijn wel een beetje het Amerikaans. Doen me een beetje denken aan, FIFA Street. Maar, oké. Hyun-Sun Han is the match referee. Could be dangerous. This is the chance. Oh. En dat was een vrij snelle goal van Pedro. In de vierde minuut, nummer 17. Wereldgoal. Ik heb nog niet eens tijd gehad om wat te kunnen zeggen na de aftrap, maar waarom ook niet? Het kan toch? Dus wij hebben onze eerste goal, vierde minuut, nummer 17, Pedro. Oké, dan beginnen we nu met het echte commentary gedeelte, want laten we even wat dingen gaan onderzoeken. By the way, de commentary vandaag is live. Ik weet niet of ik dat al gezegd heb. Dus ik zou proberen mijn gesprekken zo beschaafd mogelijk te houden. En zo vloeiend mogelijk ook. Vooralsnog lukt dat nog aardig, moet ik zeggen. En laten we wat onderzoekjes gaan doen. Onderzoekje in FIFA 14 naar de kleine verschillen. En nou, dit bijvoorbeeld... Dit is zonder dat je de left trigger inhoudt. Het is gewoon echt spelen zonder left trigger voor... Oh, wacht even. Spelen zonder left trigger voor tricks. Oké, dat is dus nieuw. De left trigger is dus voor het afschermen van de bal. Dus laten we dat ook eens even proberen. Moet ik eerst dat wel goed krijgen. Geef me die bal eens even, joh. Dank u. Ha! Wat was dat? Dat is buitenspel. Maar dat had ik al verwacht. Ik heb nog geen afschermen van de bal gezien. Misschien druk ik op de verkeerde knop. Boah, Telly. Bye, 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 Telly. Kijk. Dat was echt Barcelona waardig. Oké, dan gaan we even kijken naar crossen. Voorzetten dus. Oké, dan moet hij dat niet gaan doen. Antonio Nocerino. Oké, kunnen we dan nu eindelijk een voorzet gaan doen? Daniele Bonera. Kevin Constant. Got the tackle in. Here's Bonera. We'll get it back here. It's with Bonera. Oké. Wat ik wel zo raar vind is dat je een aanval hebt door het midden dat de tegenstander of je medespelers
wel goed naar voren lopen. Maar dan doe je het over de flanken. Dan gaan ze niet aan de andere kant bij de flanken staan. Of ze gaan gewoon buiten spel staan. Iets wat je niet wilt hebben. Minpunt. Nou ja. Je moet er zelf ook een beetje in leren komen. Want het is uiteraard een nieuw spel. Verwacht ook niet dat ik het beste speel. Ik ben natuurlijk wel gewend om met Lionel Messi te spelen in FIFA. Maar dit is toch weer nieuw. Het voelt ook weer nieuw. Oké, long shot. Het was een beetje medium range shot. Het was geen long shot. Corner. Even een linksbenige hebben. Hij heeft natuurlijk niet zoveel curl, Lionel Messi, maar... Oeh. Wow, wat een zoete lippen. En boom. Oké, we hebben de bal weer onder controle. Oké. 45 minuten, jongens. Nog steeds 1-0 Barcelona door Pedro in de vierde minuut. Pedro, je bent zo snel. Oké, daar gaan we weer. Tweede helft. I can dance. Oké, een beetje een mooi spel. Het is natuurlijk Barcelona. Oké, dan gaan we nu met de voorzet beginnen. Dat was echt bijna een mooie goal. En dat is een super interceptie. Lionel Messi. He's got space. Goes for... Dat was geen echt Lionel Messi shot. Maar toch, die ene net. Ai. Oh, dat had bijna perfect geweest als die erin had gezeten. Oké, we hebben wel een corner uitgesleept, wou ik zeggen. Maar het kwam er een beetje verrot uit. Kijken of we een beetje curve kunnen doen. Het is natuurlijk Xavi. Maar curve zat er wel in. Maar deze speler die kon niet echt goed koppen. Hoppa. Ik denk ik ga even op de keeper heen. Een beetje leuk, het is wel leuk voor een video, maar... Long shot zit er ook nog niet echt in. Good goalkeeping. It's a long way out and sometimes they can catch keepers by surprise, but he was on his toes. Mario Balotelli. Ignacio Abate. Oké, we doen nog even een goaltje, jongens, waarom niet? Ja, ik weet wel degelijk dat ik niet de witte ben.
Dan kan het weer over onszelf. We gaan er nu nog even eens scoren. Tenminste, dat ga ik proberen. So soon after coming into the game. Well, wonderful. Here he is with a chance. Got to be. Okay, Makki, Neymar. Nieuwe aanwinst van Barcelona. Scoort in de... hoeveelste minuut? Ik kon het niet zien, maar... het is nu de nummer 11 van Barcelona. En wanneer was dat goal? Het was goal in de 81ste minuut. Kijken of we er nog 3-1 van kunnen maken. Antonio Nocciolino. On the clock. 8 more minutes. Kom op, pak die bal dan. Great opportunity. Good piece of tackling there. Oeh, dat was slim. Oeh, bijna een supergoal. Ik ben FIFA 13. Daar was ik best wel goed in long shots. En ik hoopte dat dit er ook eens zou worden. Oké. Okay. We krijgen een wissel. Geen idee wie voor wie, maar... didn't produce the chance that they were hoping for. It's with De Jong. De Jong. El Shaarawy. Ze zijn al net zo erg als die gasten online in FIFA 13. Gewoon het laatste moment gewoon een beetje uittrekken. En dat terwijl ze verliezen, hè? Maar goed. Nou jongens, de gameplay, het voelt goed aan. Lekker smooth, lekker snel. De muziek is geweldig in FIFA 14. Dat heb ik al wel gehoord. Goede meeslepende muziek. En, het kan een goede voorbereiding zijn op een lekkere avond FIFA spelen. Graphics zijn een klein beetje verbeterd. Maar wat ik wel heb gezien, cutscenes zijn heel veel hetzelfde. Zoals je net zag dat de keeper ook een klap op zijn kont gaf. Dat heb ik nou al 5 matches achter elkaar gezien. Moves zijn wel heel verrassend. En zitten er ook best wel veel in. Celebrations heb ik nog niet echt opgelet. Maar er komt nog veel meer informatie van langzamerhand. En dan nog een klein beetje over Ultimate Team. Ik moet zeggen, ik vind het spuug lelijk. En ik hoop dat het heel snel went. Of dat ze totaal veranderen. Maar dat laatste zie ik helemaal niet gebeuren natuurlijk. De mechanics voor Ultimate Team denk ik wel dat ze mij zullen bevallen. Omdat je spelers nu nog beter kunt fine-tunen. Maar we zullen het zien over de tijd, jongens. Ja, dit was het. Bedankt voor het kijken. Dit was een live commentary over FIFA 13. 14. En tot de volgende keer, jongens. Bye bye. Bye bye.